In wat voor wereld wil jij leven? Het is een kip. Mogen we Kato opeten straks? Ja, dit is wel echt onzin, vind ik. Erg. Misschien is het zo dat we over 50 jaar raar vinden om dieren op te sluiten. Ik wil niet als slaaf behandeld worden. Ik heb het koud en ik ben moe. Voelt het voor jou niet heel raar dat je echt die macht hebt over de koeien? Ze worden gemolken dan wel twee keer per dag. Dat is het enige wat ze niet kunnen bepalen. Maar voor de rest kunnen ze eigenlijk alles bepalen. Hoe gaan we in de toekomst om met onze dieren? Denk, zondag bij Human op ZAPP.